Ja, ik denk dat de eerste helft op zich wel oké was en dat de tweede helft echt niet om aan te gluren was. Maar uiteindelijk dat je in een blessure tijd wint is ook wel een keer lekker. Ja, precies. Het zit dan jullie ook een keer mee en dat hebben jullie nog niet heel vaak gehad dit seizoen, denk ik. Nee, het heeft vaak genoeg tegengezeten. Vaak ben je de bovenliggende partij en dan krijg je hem of tegen of je verliest hem. Je speelt nog gelijk en nu met een heel stuk minder voetbal dan misschien wel normaal. Maar nu eindelijk wel gelukkig de 3 punten. Ja, je begon net over de eerste helft. Dat was wel oké. Jullie creëren natuurlijk niet heel veel kansen. Maar hoe heb jij die wedstrijd op de bank beleefd? Dat je wel overwicht hebt. Je bent wel beter inderdaad. Je creëert niet heel veel. Alleen zij zakten wel gewoon best wel ver in. Je zag gelijk als zij de bal verloren dat ze gelijk terug met z'n allen op hun eigen helft stonden met 11 man. Dus dat is lastig om af en toe doorheen te voetballen. En de kansen die je krijgt moeten we gewoon beter mee omgaan. Het onszelf misschien iets makkelijker maken om de laatste bal wat beter te spelen. En dan de tweede helft, ja, dat was natuurlijk niet best. Dat schaf je net zelf ook al aan. En wat is dan de reden dat het dan totaal niet lukt bij de Graafschap? Ja, dat is lastig te zeggen zo snel na de wedstrijd. Ik denk dat we niet genoeg druk naar voren meer hadden. En dat zij misschien iets makkelijker voetbalden. Zeker omdat het ook nog 0-0 stond. Dat ze dachten van ja, misschien is hier toch nog wel wat te halen. En zoals ik zei, ze gingen wel heel ver terug de hele tijd. Dus dan is het al lastig om daar doorheen te voetballen. En in ieder geval blij dat het een keer wat minder is en dat we dan wel winnen. Ja, precies. Na jouw invalbeurt en met Joey Konings onder andere, leek het wel alsof jullie inval kozen om iets opportunistischer te gaan voetballen. Je zag het. Voetballen lukt het niet meer. Dus dan ga je inderdaad wat opportunistischer voetballen en dan hoop je dat de bal eigenlijk goed valt. En dat viel die in de blessuretijd. Ja, jezelf was zelf ook nog dichtbij de goal, die ging raaklinks naast. Ja. Dat is voor jezelf natuurlijk ook wel een enorme opsteker geweest, gezien je reserverol momenteel, dat die bal er even invloog. Ja, het scheelde niet heel veel, maar helaas, het komt nog wel. Ja, als je kijkt nu naar jou persoonlijk, je bent nu op de bank terechtgekomen bij de Graafschap. Waarom wil het dit seizoen niet lukken bij jou? Dat weet ik niet. Ik heb zelf gewoon niet mijn niveau gehaald wat ik kan halen. En toen raakte ik geblesseerd. En eigenlijk sindsdien moet ik het met invalbeurten doen. Dus heel cliché, maar op dit moment is dat gewoon hard blijven werken en wachten weer op je kans.